En daar komt ook je ervaring, want nu ben je bezig ook met inclusiviteit en advisering op dat vlak. Ik heb altijd het idee dat inclusiviteit vaak windowdressing is. Klopt dat? Kan. Ja. Ik denk dat dat onvermijdelijk is, net zoals je greenwashing hebt nu ook met milieu en ook met diversiteit, inclusiviteit en ook ja, op die manier vrouwen of mensen met een donkere huidskleur of mensen met een handicap een plek zouden krijgen of mensen die homoseksueel zijn of wat dan ook. Dus er is een aspect waarbij je op bezig bent om zo'n bevestiging te krijgen dat je het goed doet. En dat is een gegeven. Dan doe je het niet echt goed waarschijnlijk als je dat doet. Nou, dan hou je het lang dat hou je niet lang vol. Ik denk dat wil je congruent en intrinsiek mee bezig zijn, dan vraagt het gewoon iets anders. Dat het echt een gemeend en daadwerkelijk keuze is waar je voor gaat en het niet makkelijk is. Dat is ook onderdeel van je advieswerk nu, neem ik aan, of niet? Ja, ik geef advies over inclusiviteit en diversiteit. Maar precies wat je zegt, van mensen zijn bang om te zeggen dat ze gediscrimineerd hebben, omdat we discriminatie en racisme koppelen we aan met of de Tweede Wereldoorlog of met apartheid. En dat zijn wij niet, denken we. Dus er is een soort van weerstand om naar dat discriminerend deel van onszelf te kijken. Terwijl wij als mens inherent discriminerend wezens zijn. We zijn relationele wezens en we zijn discriminerende wezens. Moet het eigenlijk eerst omarmen voordat je daarna kan kijken en echt iets mee kunt doen. Ja, onderkennen om te beginnen. Het is Ja. iets wat je doet. Je hoeft niet eens te omarmen, maar je doet het iedere dag. Niet eens iedere dag alleen, maar echt heel veel keren per dag. Dus als je dat onder ogen ziet en ook weet op grond waarvan en hoe je het doet, dan kun je ook in staat zijn om te kijken in welke opzichten is het feit dat ik onderscheid maak, discrimineer, iets wat eigenlijk niet, dat het ook effect heeft, wat nadelig is en waar je niet achter staat vanuit je principes, vanuit je levenshouding, waardoor je ook jezelf daarin kan corrigeren. Maar als je dat discriminerend zelf van jezelf niet kent, niet naar wil kijken en ook niet je daderschap daarin kan omarmen of wil omarmen, ja, dan wordt het echt een heel moeilijk gesprek. En dat is ook, denk ik, als je je advieswerk doet, bedrijven moeten eigenlijk dat stuk eerst pakken voordat ze echt een inclusieve organisatie kunnen bouwen. Klopt dat? Ja, dus het is heel belangrijk om te weten op welke manier sluit je uit, wie sluit je uit, wat sluit je uit, om dan te zeggen, wil ik dat nog steeds op deze manier of wil ik het anders? En dat is de essentie. Oké.